Goedemiddag. Wat wilt u doen? Kunt u zich even voorstellen? Wat wilt u doen? Kunt u zich even voorstellen? Ik vraag wat u aan het doen bent. Ik vorder bij deze dat u een legitimatiebewijs staat. Nee, ik was eerst. Dat is niet eerlijk. Ik was eerst. Kunt u zich even legitimeren? Ja, dat kan ik. Heel graag. Maar dan wil ik jouw legitimatiebewijs ook zien. Mag ik u vragen waarom u dat wil zien? Ja? Nou, ik heb hem niet goed gezien. Neem me niet kwalijk. De zon schijnt erin. Je mag eventjes je legitimatiebewijs laten. Mag ik u vragen waarom u dat wilt zien? Ja, omdat u bureau loopt te filmen. Is dat verboden? Dat is niet verboden, maar dat is wel verdacht. Verdacht? Verdacht u mij van terrorisme? Ik wil weten wie het bureau loopt te filmen. Ja, u wilt dat graag weten, maar is er een wet die zegt dat ik dat niet mag doen? Nee. Nee, we hebben wel een wet op de identificatieplicht. Ja. Daaraan dient u te voldoen. Prima. Ik heb voldoende grond om uw legitimatiebewijs te voeren. Nou, dat geloof ik niet direct. Ik heb de handleiding met idee bij de hand. Wilt u die lezen? Nee hoor. Weet u wat erin staat? Vertelt u eens, wat staat erin? Er staat in dat er een goede reden moet zijn. Oh, waar staat het? Zal ik hem letterlijk erbij pakken? Ja. Lijkt me heel verstandig. Want volgens mij, als de politieagent dat nodig heeft... Nee. In verband met het feit dat wij dat nodig achten voor de uitvoering van de politie... Nee, kijk, het is niet nodig achten, hè? Pak het er maar bij. Let op, daar komt ie. Luistert u ook mee? Instructie identificatieplicht over de uitoefening van bevoegdheden op grond van de wet op de identificatieplicht. De volgende niet uitputtende bedoelende opstroming noemt een aantal situaties waarin identiteitscontrole aangewezen kan zijn. Let op, daar komt ie, hè. Een auto rijdt 's nachts rond op een industrieterrein. Nou, dat doe ik niet op dit moment, toch? Meneer, mag ik u vragen? Er vindt op straat of in een café een schietpartij. Dat is niet de wet, toch? Nee. Weet u wie dit geschreven heeft? Dat is iets wat u van Google heeft afgehaald. Nee, dat is niet Google. Oké. Nee. Maar het is niet de wet. Is dit de wet? Dat is de handleiding door de minister voor u geschreven. De handleiding? Ja. Oh. En die zou u gelezen moeten hebben. Maar het is niet de wet. Wat gaat er boven? Eerst de wet of dan de handleiding? De handleiding. Want u heeft ook... De handleiding. Jazeker. U volgt protocollen. Ik wil dat zien onder protest. U houdt even... Ik ga het nu geven... Maar u houdt wel 1,5 meter afstand. Ik ga hem nu pakken. Gaat een beetje lastig. 1,5 meter afstand. Een beetje heel rap. Ja. Alles nu. Meneer, kunt u mij uitleggen waarom ik nu wilde? Jazeker. Om dit uit te lokken? Ik lok helemaal niets uit. Nee, okay. Ik documenteer waar onze... Op het moment dat we aankomen, heel open, ga je meteen filmen. Pardon? Pardon? Nee, op het moment dat wij aankomen, dan draaien we meteen de camera naar ons. Sorry? Een beetje een raar gesprek over... Ja, maar ik doe toch helemaal niks fout? Nee, oké. Maar wat u dus gedaan heeft, is u heeft dit een en ander op papier gezet. Ik weet het. Gaat krijgen, of niet? Sorry, dat ik? Zodat u met ons een gesprek gaat krijgen. Of respect. Dat is de bedoeling. Nou ja, dat hebben we voor elkaar, toch? Met ons een gesprek. Een gesprek? Nee, liever eerlijk gezegd niet. Nee, dank u. Dat is de reden waarom u dit doet, toch? Nee. Kom op. Nee. Eerlijk gezegd hoop ik dat u mij gewoon laat doen wat ik mag. Ik documenteer wat er hier gebeurt. Okay. Daar is helemaal niets fout aan, toch? Ik heb niets verkeerd gedaan. Nee, dat zeg je niet. Ik zeg niet dat je iets verkeerd hebt. Nou, dan is het een beetje overdreven. Als je iets verkeerd gedaan hebt, dan hadden we een heel ander gesprek gehad. Alleen, ik ben gewoon een beetje nieuwsgierig wat je nou staat te doen. Ik documenteer wat er hier gebeurt, de verbouwing. Mijn collega's schrikken er een beetje van. Die zit van een camera. Nee, die zit een aangifte op te nemen. Ja. Die komt opeens heel dichtbij met de camera. Dus die denkt van, wat is hier aan de hand? Heel dichtbij? Dat is toch wel meters afstand, hè? Ja, oké, maar... Kom op. Vindt u dat ik nu heel dichtbij sta? Dit is dichtbij genoeg. Okay. Zo dichtbij en ik stond hier bij het hek. Zo dichtbij stond. Ik heb het ook gezien. Bij het hek? Je kan wel gaan lopen. Oh, u bedoelt de collega die daar bezig was? Ja. Oké. Okay. Heeft u de e-mail gelezen over het filmen van u? Dus u heeft nu opeens weer een ander verhaal? Nee, wacht even. Ik dacht dat u het over het politiebureau had. Nee, ik heb zeker uw collega gefilmd, absoluut. Oké. Okay. En daar is natuurlijk een e-mailtje gestuurd. Ja. Maar dat is om dit uit te lokken? Nee, ik lok liever niets uit. Nee, oké. Okay. Maar wat is... Kijk, ik doe niets om u naar buiten te lokken. Wat is maar... Er is een e-mailtje gestuurd, even kijken. Publiek en media volgen de politie op de voet. Zowel op straat als digitaal. Kent u die e-mail nog? Deze is natuurlijk geclassificeerd. Jazeker, wilt u hem een kopietje? Nee, meer omdat ik heel nieuwsgierig ben, maar dat heb ik gedaan. Mag ik? Ja, u mag hem houden. Dat is de e-mail die u gelezen zou moeten hebben. Van uw communicatiechef. Ja,
En uw collega zoekt nou de historie op en dan ziet hij dat ik dit vaker doe. Maar dat is het doel. En zet u dat dan op sociale media? Als het misgaat wel. En ik vind het in dit geval behoorlijk misgegaan. Ik vind het niet echt nodig, de dreigende toon waarop uw collega mij tegemoet treedt, vind ik absoluut niet netjes. Nou ja, het is gewoon een beetje vooral het gedrag waarmee u het doet. Ja, maar wat is nou fout aan het filmen van u en van een politiebureau? Nou, het is ook een raar dat je op een veld heen loopt. Nou ja, ik wil even kijken wat er hier gebeurt. Als jij hier op een trottoir loopt, ja. Toch? Ja. 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 Vind je het dan raar? Nee. Vind ik het niet zo raar? Nee. Ja? Langs onze bouwhekken. Juist. Ja, maar daarom juist. Omdat er hier gebouwd wordt, dat documenteer ik. Oké, vanwege het feit dat hier gebouwd wordt, ja, dan documenteren. Tuurlijk. Wij betalen hier belasting voor en dan is het leuk om te zien. Dat u een kaartje bij u heeft. En dat is nodig. De camera en, dat is blijkbaar nodig. Nou ja, het halve betoog dat u net houdt. Ja, maar het is blijkbaar nodig. Nee, het is blijkbaar nodig. Dit is om met onze gesprek. Nou, liever niet. Wat ik zei, liever niet. Dat moet op sociale media. Nee, ik word heel graag met rust gelaten. En er zijn collega's die laten mij prima met rust. Collega's vinden het ook fijn als ze met rust gelaten worden, terwijl ze een aangifte op aannemen zijn. Ja, maar ik laat ze er ook met rust. Ik stoor ze niet. Ik stoor ze niet. Ik hou duidelijk afstand. Ik meng me niet in het gesprek. Ik stoor niet. Ik val niemand lastig. Ik bemoei me nergens mee. En zoals u daar ziet, dat is de e-mail. Ja. En daar dienen we toch allemaal rekening mee te houden, hè? Oké, nou ja, ik hoor u. Ja, oké, prima. Wat vindt u ervan? Wat ik hiervan vind? Ja. Oké. Wat ik hiervan vind, heb ik u al verteld. Ja, dat was duidelijk. Ik heb geen zin om er nog heel veel over in discussie te maken. Dat is prima, dat is geen probleem. En dan vraag ik u om de eerstvolgende keer het niet op deze wijze te doen. Als u ons bureau wil filmen, u bent van harte welkom. Maar doe dat niet op een wijze dat u hier achterlangs loopt. Ja. Dat u tijdens het feit dat mijn collega's een aangifte op aan het nemen zijn, naar binnen loopt te filmen. Want naar binnen? Sorry, nee, ik heb niet naar binnen gefilmd. Absoluut niet. Absoluut niet. Die komen naar ons toe, omdat zij gehoord willen worden over iets dat hen is overkomen. Zij ik kan slachtoffer van een strafbaarheid. Ik kan u verzekeren. Ik kan u verzekeren. Ik kan u verzekeren dat ik niet naar binnen heb gefilmd. Dat er niets op staat. Dus als u dit filmpje online gaat plaatsen, ja, dan kan ik zo meteen zien, absoluut, dat u niet alleen maar naar binnen aan het filmen bent. Ja. En is niet alleen maar het gedeelte dat wij nu met u aan het praten zijn. Nee. Okay. Vind ik een goed idee. Ja. Hoe heet u op sociale media? Ja. Maar dat wilt u me niet vertellen. Nee. Dat is het geheim van de smid, hè? Van de vlogger? Nou, vlogger ben ik niet. Ik ben geen vlogger. Oké, hoe noemt u dat? Eerder een grondwet-auditor. Hij blijft er kennelijk plezier aan om zeg maar situaties te filmen. Ja, zeker. Als je aan het werk is. Dat heb ik al. En vindt u dat raar? Ik vind u erg raar. U vindt mij raar? Dat is een behoorlijke belediging. Het pasje laten gezien. Ja, maar dat heb ik niet goed kunnen zien. De zon scheen erin. Okay, maar ik wou wel graag uw stamnummer als dat mag. U mag dat kaartje houden, hoor. Stamnummer niet voor u te noteren. Nee, je kunt het gewoon hardop zeggen. Zodra u het vraagt, moet u het geven. U direct dealen, dan moeten wij laten zien wie wij zijn. Ja, u moet uw legitimatiebewijs laten zien. Maar, u kunt uw stamnummer noemen. Dan hoeven we niet een aanmeldnummer of een stamnummer of een wat dan ook. Dat hoeven we niet te geven. Zo een stamnummer dient u aan mij te geven minimaal. Nee. We moeten ons legitimatiebewijs stellen. Ja, maar dat heb ik niet gezien, hè? Dat heb ik dus net duidelijk gemaakt. Ja, ik denk dat deze meneer wel even prima gaat. Ja. Nou, ik vind dat jij je aardig gedragen. De collega die krijgt een klacht aan de broek. Het is heel jammer. Maar het feit wil natuurlijk, en ja, het is moeilijk te herkennen en te erkennen, dat wij uw salaris betalen. Dat moeten we niet vergeten. En dat wij het recht hebben om te documenteren wat u doet. Heel vervelend. En gelukkig heb ik nog heel veel filmpjes staan wachten. Ik wens u een fijne dag. Bedankt voor de belediging.